Hallo, welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik heb al ontbeten zoals jullie konden zien. En ik ben naar de winkel geweest. En we hebben een zwembad. Woehoe! Jee! Oh, het is echt niet normaal. Ik zei tegen Sam, ik moet een zwembad hebben. Anders zou ik het niet meer uit, hè. Ik ben een zwembad gaan halen in de Action. Waar het trouwens echt goedkoop waren in afprijzing. Ik denk dat deze 27 euro was. En die is 2,5 meter, dus dat is wel wat. En er zijn zo'n setjes in. Ik weet niet of jullie dat goed zien. Maar straks zullen jullie dat wel zien. En ik heb ook een pomp meegebracht en een tuinslang. Maar ik weet nog niet hoe ik het ga vullen. Gaan zien. Het zwembadje staat. Kijk hoe chill. Met drinkbekerhouders en zitjes. Het is echt zo'n chill zwembad. Zijn er al in geweest? Was wel leuk, hè? Was wel leuk, ja. Ja. En nu gaan we eten. Ik heb caprese gemaakt met, hoe noemt dat? Lactosevrije mozzarella. En jij hebt gewone mozzarella. En ja, met gewone. Ja. Ah, oké. Okay. Zijn die goed? Jawel, jawel. Ik heb het wel bij gewonnen zelf. Nee, je hebt gewonnen. En dan daarna hebben we nog een pizza insteken. Zelfgemaakte, gezonde pizza. Ik ben toch met mijn kont in de mozzarella geworden. Oh, je hebt de pizza toch gemaakt, dus. Ja, dat is waar. Smakelijk. Smakelijk. Pizza is ook klaar. Yummy. We hebben koelmatjes gekocht voor de katten. Alleen één koelmatje. Ik dacht dat dat groter was, maar toch niet. En die gaan er echt zo één voor één op liggen. Nu ligt Muffin erop. Hé, Muffke. Muffie. Muffke, kijk eens in de camera. Nope. Nope. Don't want to. Don't want to. Die kijkt naar de schaduw. Op de grond. Hi. Mijn pakketje van Shein is aangekomen vandaag en ik heb een paar vlogs geleden, denk ik, of in mijn bikini try-on haul, heb ik jullie gezegd dat er nog eentje onderweg was. Dus ik dacht, ik ga dat nu even in de vlog laten zien, wat dat ik nog heb besteld. Yep, I have a problem, maar Shein is zo goedkoop en ik hou van bikinis en ik ga nog wel een paar keer op vakantie. En het is trouwens hier in België ook snik heet, dus ik loop ook rond in een bikini in mijn huis. Terwijl ik geen zwembad heb, maar het moet kunnen. Dus ja, ik ga laten zien wat ik nog heb gekocht. Als eerste heb ik dit t-shirtje besteld. Er staat op, hey sunshine. En dan staat er iets van, my positive vibes. Dat is wel een tof t-shirt. Ik ben redelijk into de stoerdere t-shirts op jeansshorten. Dus ik heb zo een paar biermerken t-shirts, een Harley Davidson t-shirt. En dit vond ik ook wel passen. Op een jeans short zou ik het mooier vinden als dit. Maar oké, ik ben aan mijn chill short, dus ik had geen goesting om dat te veranderen. Nou, ik vind het t-shirt wel echt heel tof. Next up heb ik, jawel, jullie gaan me voor zot verklaren, maar ik heb een trui gekocht. Terwijl het buiten 35 graden is. En ik ben nu kapot aan het zweten ben in deze trui. Maar ik vond die zo mooi en ik kon het echt niet laten. Het was volgens mij ook maar 10 euro of zo. Een grijze off the shoulder. En ik kijk echt uit naar kouder weer. Dus ik kijk er al naar uit om deze te dragen. Maar ik dacht ook in de zomer of zo, als je zo van die cozy summer evenings hebt. Of als je naar de zee gaat, want ik ga binnenkort. Dan zo super tof met uw trui aan, zalig, s'avonds nog een strandwandeling doen als het 18 graden is of zo. Dus daarvoor deze. Dan natuurlijk bikini, want wat is een Shein shopping hall zonder bikinis? Ik koop altijd bikinis, niet in de winter, maar in de zomer bestel ik heel de tijd bikinis. Ik heb veel te veel bikinis. Toch bestel ik er nog, maar oké. Dit is de bikini die ik heb besteld, een witte. Ik besefte mij wel net dat deze best hard lijkt op die andere die ik heb besteld. Alleen is dit broekje smaller.
Dus ik vind deze wel leuker, want ik hou van smallere broekjes. Maar ik denk dat ik de andere misters ga geven. Dus zo ziet deze bikini eruit. Achterkant, zoals jullie zien, is deze smaller. En de kop, oeps. Dus die is redelijk wel smaller van achter. En dit kun je zelf binden. Dus je bindt het zo dicht bij elkaar of zo ver uit elkaar als je wilt eigenlijk. Dan als laatste heb ik deze bikini. Dit is een heel ander broekje. Het is zo'n old 90s vibe broekje wat zo wat frommelt. En zo ziet het er van achteruit. Maar ik weet niet helemaal wat ik van dit broekje moet vinden. Ik vind het langs de ene kant wel cute, maar langs de andere kant wil ik geen frommels of dingen die op een erop gaan lijken dat ik zo'n camerdoor of zo heb. Who knows? Maar het is wel oké. En het topje vind ik wel super tof. Ik vind ook de kleuren heel leuk. Het rood met het wit. Really like it. Dus ik weet nog niet hoe ik het ga combineren. Als ik het zo ga combineren of het topje met een wit broekje ga aandoen. Maar alleszins, topje, like it. Ik heb me net getoucht. Zo warm. Echt niet meer aan. Ik hoop dat ik deze nacht goed ga kunnen slapen. Want vorige nacht heb ik echt super slecht geslapen. Door de hitte. En ook nog wel een beetje door de jetlag, denk ik. Maar vooral de hitte. Oh, was killing me. Het was echt zo heet. Maar ja. En ik had wel een ventilator die nu hier staat. Op de kamer gezet, maar dat hield ik niet echt, vond ik. Maar ja, ik loop echt zo hele dagen in ondergoed rond of in bikinis, omdat het gewoon zo heet is. Maar ik denk dat ik in een zetel ga zitten. Het is 8:30. Sam is gaan sporten, maar ik heb zoveel spierpijn van gisteren te sporten, dat ik niet mee wil gaan. En ik ga een ijsje eten. Ik ga deze eten, strawberry daiquiri ice. Met alcohol is dat. Ik vind die super lekker. Ik heb zo echt een hele grote doos met allemaal alcoholsmaak ijsjes. Alcoholsmaak, cocktailsmaak. Nou, daar zit alcohol in. En die zijn echt super lekker en verfrissend. Het is 11:30, maar wij gaan slapen. We zijn trouwens Game of Thrones aan het kijken. Ik heb dat al gezien. Ik heb alles al gezien tot eindseizoen 7. Dus ik ben aan het wachten op seizoen 8. Maar Sam had dat nog nooit gezien. Hm? En? Spannend wel. Ja? Allee, spannend. Goed verhaal wel, denk ik. Ja? Het is wel een beetje doordacht allemaal, hè. Maar, ja. Maar omdat ik dat nu de tweede keer kijk, denk ik wel zo meer na van, ah ja, dat was zo en dat was zo. Ja. En ik denk wel dat dat helpt, ja, de tweede keer. Nu zie ik ook wel zo dingen dat ik toen niet zo echt, al dat me niet zo opvielen of zo. En die ik nu wel zo denk van, er hangt er een kat daar in mijn neus. Nee, maar dat ik nu wel zo denk van, ah ja, juist. Dat was. Dat snap ik wel, want het is veel en het is ingewikkeld voor ik wel. En er zijn heel veel personages, hè. Ja, het is niet zo'n serie waar er zomaar twee hoofdpersonages of zo zijn. Nee. Dus ja. Maar oké, wij gaan slapen. Morgen een drukke dag, want morgen is het Secret Garden. Dan hebben we onze pop-up shop met Totally Too daar. En 's middags gaan we ook al naar Celine en Nick. Dus het gaat nog even veel werk zijn morgen. Maar hopelijk vonden jullie deze vlog alvast leuk. Dus zeker thumbs up. En wij zien jullie morgen.